En het is nu tijd geworden om te gaan naar de Chinese sporthal, want de Taekwondo Nationale Kampioenschappen hebben we daar gehad gisteren. Gisteren hebben we dus de Nationale Taekwondo Kampioenschappen gehad en u ziet het, de Chinese sporthal was bijzonder druk. Men is bezig geweest van een uur of 9 tot zeker 7:30 in de avond. En men was dik tevreden over het aantal deelnemers. Heel wat jeugdigen waren aanwezig. En ik heb van de voorzitter Gregory Marquis begrepen dat er zo'n 120 gevechten zijn afgewerkt. En vanwege het feit dus dat die dag zo lang heeft geduurd, overweegt de Surinaamse Taekwondo Associatie om het komend jaar de wedstrijden over 2 dagen te gaan smeren. Nou, 6 scholen waren aanwezig. Eric Lee, Yusin, Yellowbirds, Joshua Warriors, Artie Lee en Kimo Taekwondo Academy. Laat me u voor wat de grote jongens betreft de winnaars aangeven in de senioren heren A. Boven de 80 kilo was J. Snip de kampioen. Hij komt uit voor Yusin. Onder de 80 kilo Tosh van Dijk van Yusin. Onder de 68 kilo J. Arnhem van Artie Lee. Onder de 63 kilo D. Schultz van Eric Lee. En onder de 54 kilo S. Shobaran ook van Eric Lee. Dames A-klasse boven de 67 kilo is kampioen geworden I. Liu van Eric Lee. Onder de 62 kilo was het S. van Dijk van Yusin. Dat is een zusje van Tosh. En onder de 46 kilo was het D. Wirokarto van Artie Lee. Dat waren dus eigenlijk de winnaars voor wat de senioren, heren A en dames A-klasse betreft. Hier ziet u de jeugdigen die heel sterk zijn opgekomen. En u merkt de agressiviteit in hun gevecht, wat heel goed te noemen is. Ze staan eigenlijk niet op de rem, maar ze gaan volledig in de aanval. En laten we hopen dus dat er in de toekomst uit deze jongens en meisjes die in actie zijn, de komende kampioenen van Suriname en wie weet van het Caribisch gebied ook hieruit zullen vloeien.